Voor zijn erelijst hoeft hij het niet meer te doen. Pieter van de Hogeband is drievoudig Olympisch kampioen. En vooral door zijn gouden medailles op de 100 meter vrije slag, die hij de afgelopen twee Olympische Spelen won, heeft hij de status van absolute wereldtopper. Maar de honger is nog niet gestild. Van de Hogeband wil nog een keer vlammen. Heel veel plezier gehad in het zwemmen. Maar ik zou het toch erg leuk vinden om nog eens één keer goed gas te geven. Te knallen daar in China. Zoiets heet geloof ik een understatement. Twee keer goud op de 100 meter vrij. Hoe reëel is het om te hopen, om te denken, om te verwachten dat die derde plak ook gepakt gaat worden? Ja, het wordt natuurlijk veel moeilijker dan de keren ervoor. Daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn. Maar ik heb, zoals wij in Brabant zeggen, 7 Olympische medailles. 3 gouden, 2 zilver en 2 bronzen. Ja, het zou toch wel leuk zijn als ik er nog eentje aan die collectie kan toevoegen. En dan het liefst in mijn favoriete kleur. Ja, Pieter gaat erg goed. En ik denk dat hij de mensen nog gaat verbazen. Ik moet eerlijk zeggen, en ja, dat kan je elke 4 jaar herhalen. Maar ik heb hem nog nooit zo goed gezien in training. Hij is echt heel sterk. Maar ja, er zijn zoveel goede zwemmers, zeker op die 100 meter op dit moment. Het wordt eerst een strijd voor de finale, maar in de finale, ik durf op dit moment geen favoriet te noemen. Alles is mogelijk. Maar waarom niet? Laat mij maar gewoon mijn gang gaan. Ik ben niemand tot last. Ik vind het een enorm mooie sport en ik ben heel erg blij dat ik na wat probleempjes met mijn rug, operatie, et cetera, weer op dit niveau actief ben. En dat ik ook weer dat de vorm eraan komt. Dat is zo lekker om weer heel hard door het water te rousen. Dat is iets wat ik in de toekomst, als ik eenmaal gestopt ben, denk wel ga missen.